Helene Hendricks heeft een slechte timing gehad met het verlengen van haar contract bij SBS6. Ze heeft dat gedaan vlak voor de zomer, toen ze nog niet wist hoe populair ze zou worden met de Oranje Zomer en de Oranje Winter. Daardoor heeft ze geen voordeel kunnen halen uit haar hoge kijkcijfers bij de salarisonderhandelingen. Dat vindt Patty Bart, die in Show News zegt dat Helene de komende jaren veel geld misloopt door op het verkeerde moment te tekenen. Het scheelt een paar ton. Ja, dat denk ik echt. Ermilen die ook aan tafel zit, is het met haar eens. Ze vindt dat Helene veel waard is voor SBS 6. Bij haar is het what you see is what you get, en what you get is behoorlijk goed. Bart Ettekoven erkent dat ook, maar wijst erop dat Helene pech heeft gehad. Ze heeft voor afgelopen zomer haar salarisonderhandelingen gedaan voor een nieuw contract van twee tot drie jaar, dus ja. Dat was ook nog voor de oranje zomer, dus wat dat betreft net iets te vroeg. Hij denkt dat het anders was gelopen als ze een maand later had onderhandeld. Maar joh, ik denk dat zij het ook niet echt voor het grote geld doet. Ze moet gewoon doen wat ze leuk vindt. Het is leuk meegenomen natuurlijk. Patty Bart reageert fel. Nou, sorry hoor, maar die dagen zijn echt voorbij dat je het niet meer ook voor het geld doet. Bart, ik denk niet dat het haar drijfveer is. Patty denkt dat Helene veel meer had kunnen verdienen als ze zich had kunnen vergelijken met Eva Jinek. Zij is vooralsnog. Eva Jinek heeft een keer een week lang rond het miljoen gescoord, maar niet meer dan dat. En zij is gewoon stevast goed voor een miljoen kijkers, is nu gebleken. Dus ik denk dat dat echt wel een paar ton had gescheeld. Ronald Molendijk denkt dat het ook afhangt van het soort programma en de gasten die er zijn. Het heeft toch ook wel te maken met het soort programma en de gasten die er zitten? Ik vind dat Jack van Gelder helemaal op zijn plek valt daar. Patty beaamt dat en ik heb die Rutger kastricum bijvoorbeeld nog nooit leuk gevonden, en hier paast hij precies in het format op de een of andere manier.